een nieuwe video voor jullie en vandaag heb ik een update van de make-up stash. En ondertussen zijn er heel wat dingen bijgekomen, want ik ben jarig geweest. De badkamer is opgeruimd, dus ik heb wat dingen van beneden gekregen. En ja, ik heb ook wat dingen erbij gehaald en dat wil ik graag aan jullie laten zien. Dus kijk mee! Never put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play him like I can. Dit is mijn make-up stash, zoals jullie het misschien al weten. En het zit in een Helmer kastje. En die kun je kopen bij de IKEA voor 30 euro. En ja, ik vind het een heel mooi kastje. Je hebt er allemaal lades in. Je kon er ook papiertjes in stoppen, maar die vielen er telkens uit bij mij. En ja, laat ik maar gaan beginnen. Als eerst heb je de bovenkant. En de bovenkant is gewoon mijn favoriete paletten. Ze zitten hier op, Naked 3 en Naked 2. Hele mooie paletten en ik heb ze van Marktplaats. En dan heb je mijn favoriete mascara en concealer die ik gewoon elke dag gebruik. Mijn beauty blender van de Primark. En een kabuki kwast van de Primark. En dan heb je mijn kwasten en... Oh my god, nu zeg ik het weer. Kwasten. Ja. Op mijn vorige video kreeg ik echt gewoon allemaal commentaar van... Je zegt kwast, terwijl het kwast is. Nou, ik weet niet waarom ik dat heb, maar ja. Het is dus kwast. En oké, ik ga proberen kwast te zeggen. Nou, dit zijn dus mijn kwasten. En ja, het zit allemaal door elkaar. Oogschaduwkwasten. Oh my god. Oogschaduwkwasten. Gezichtskwast. Kwasten en ja, het is gevuld met steentjes, dus ja, dan blijft het beter staan en dat vind ik wel handig. Dan heb ik hier een haarbandje gebruikt die ik niet zo vaak draag om een beetje te decoreren, want dat vind ik wel mooi. Dan heb ik hier van die oogschaduwspons applicator dingetjes en dat is altijd wel handig om erbij te hebben. Dan heb ik hier een tasje voor als ik bijvoorbeeld op reis ga of ergens ga logeren. Dan kan ik mijn make-up daarin stoppen. Dus ja, dat vind ik wel erg handig om erbij te hebben. Dan gaan we verder met het bovenste laadje. Sorry voor mijn handen, want ja, er zit wat zwart spul op. Dat is eyeliner. Want ik klier er altijd met eyeliner op mijn handen en ik heb geen idee waarom. Dus ja, laten we gewoon maar verder gaan met het tweede, of ja, het eerste laadje. Dan heb ik hier mijn gezichtsproducten. En dit is voornamelijk bronzer, poeder en foundation, concealer, blush. En verpakkingen van paletten. En die wil ik graag bewaren, want ik vind het mooie paletten. En ik vind het bijzonder dat ik dat heb. Ja, ik weet niet waarom. Maar oké. En dan heb ik dus als eerst hier een soort van highlighter van Catrice. Die heb ik in Duitsland gekocht. Dan heb ik een concealer. En ja, deze is van de Ethos. En die heb ik van mijn moeder gekregen. Dan een concealer van Catrice. En die heb ik best wel lang. En het is een hele fijne concealer. Ik kan hem zeker wel aanraden. Dan heb ik een bronzer van de Ethos. En die is ook wel fijn. Mijn favoriete die ik nu al voor de derde keer heb gekocht. En ja, het is gewoon een fijne poeder. En ik raad hem echt aan. Mijn blush. Ik draag niet zo vaak blush, dus ik heb niet zoveel blush. En ja, dit ding. Ik weet niet precies wat het is, maar ik heb het van mijn moeder gekregen. Van Estée Lauder. En ja, het is gewoon een ja, ding. Denk, ja, highlighter, bronzer of oogschaduw, ik weet niet wat het is. En blushje elkaar. Hier twee blushjes van, ja, van dingetjes. En dan hier
een, hoe heet dat, ding, een bronzer. En dan heb ik hier ook een bronzer, maar die is uit Duitsland. Dan heb ik hier een concealer van Maybelline. En dit is een hele fijne concealer. En ja, deze gebruik ik best wel vaak. Dan heb ik hier een soort van, ja, mousse foundation. Dit is hem. En ja, ik denk dat hij iets te donker is voor mijn huid. Maar ik ga hem zeker wel een keer uittesten. Dan de Essence Soft Touch Mousse Foundation. 2 oogschaduwbasissen, want ik had eerst de verkeerde kleur. En toen heb ik van mijn tante de goede kleur gekregen. En dan een iets te donkere foundation. Maar ik mix hem meestal met crème of lichtere foundations. Want dit is toch wel echt een hele fijne foundation. Eentje van Catrice, die ik ook heel vaak gebruik. En ja, eentje van Elf daarachter, die heel fijn is. En dan heb je hier nog een Elf concealer. En daar nog een CC cream van Essence. Dus ja, dat is de eerste lade. Gaan we over naar de tweede la. En deze lade. In deze lade kun je vooral eyeliner, oogpotloden en mascara vinden. En dit bakje zit vol met mascara. En ja, dit is gewoon mascara. En ik kan echt geen genoeg hebben van mascara. Deze van Dior is echt wel super fijn. Het is een witte mascara basis en heel erg fijn. Heb ik hier nog allemaal testertjes van shampoo, lipstick en geurtjes. Mijn favoriete eyeliner die ik niet heb gebruikt omdat ik bang ben dat die opgaat. Wauw. En er zit nog een klein beetje in. Dus ik ga van het laatste kleine beetje wel gebruik maken. Een wimperkruller en een eyeliner van Maybelline. Dan heb ik hier nog een wenkbrauwpotlood. En die gebruik ik sinds kort soms wel eens. En ik vind het wel mooi. Net dat heb ik ook op bij mijn profielfoto. En mijn wenkbrauwen lijken daarop veel sprekender. En ja, dat vind ik wel mooi. Een, ja, eyeliner. Oh, deze mascara hoort hier. Zo. En ja, 2zelfde eyeliners. Ik weet niet waarom. En ja, dat spul zit er een beetje in. Dus ja, wauw. Gaan we naar de derde. En hier zitten mijn lipproducten in. En hier heb je al mijn lipglossjes in, ja, zo'n verpakking. Mijn Apocalypse, favoriete lipgloss. Echt felle kleur, ik hou van felle kleuren. Een soort van EOS dingetje van de Primark. Babylips. En ja, ik kon inderdaad om de doppen te gaan te verwisselen. En ja, dat doe ik dus als ik me verveel. En hier lipstiften. En deze is wel echt een van mijn favorieten van de Primark. Hij blijft super lang zitten. En deze van Estée Lauder is ook heel erg mooi. Super mooi vind ik deze. En ja, wauw. Dan deze van Catrice. En nog wat andere mooie, goedkope dingetjes. Ik weet het niet. Ik heb ook geen zin om echt helemaal te gaan kijken. Dit paletje van uit Duitsland. En er zit lipgloss in. En oogschaduw. En hoi hoi, daar ben ik met telefoon. En binnenkort ga ik de camera kopen. Dus dan is telefoon bla 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 voorbij. Hier allemaal oogschaduwpaletjes. Hier ook allemaal oogschaduwpaletjes van Essence. En ja, die vind ik gewoon heel mooi. En hier ook allemaal Essence, 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 Essence. Gewoon overal Essence. Nivea. En een paletje die ik in Duitsland heb gekocht. Maar volgens mij kon je hem ook bij de Bart Smit halen, heb ik gezien.
En ja, sleek paletjes, acid palet en nog eentje met hele felle kleuren. Hier nog een palet van Revolution ofzo. Ja, Revolution. En hier nog een sleek palet met natural kleuren. Lightly toasted palet, heel erg fijn. En hier nog een Elf Little Black Beauty Book. En een chocolate ding. Oh ja, en hier nog twee Estee Lauder paletjes. Eentje van Essence, eentje van Gauche. Ja, Catrice. En Hema. Dan heb je de zwaarste lade gehad. En dan onderste lade is niet heel boeiend. Het zijn gewoon een soort van verzorgingsstuff dingen. Een zuiveringsgel. Killer Queen dingetje. Nog zo'n een die ik van mijn moeder kreeg waar ik niks mee ga doen. Een soort van haarspray van de Primark. Oogcreme, ik weet niet wat het is. Haarkrijt van de Body Shop moet ik nog even snel uitproberen. Donut knot dingetjes in ding wat hier niet hoort. Glitter, haarspray, maskertjes en sponsjes. Dus ja, ik ben wel snel door mijn stash heen gegaan eigenlijk. Nou, dit was de video alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En dat jullie de volgende keer ook naar mijn video's kijken. En ik heb bijna 1000 abonnees. En ik zou het leuk vinden als je zou abonneren. Want dan komt er een winactie met Babylips. En natuurlijk met het Lightly Toasted Palet. En heel misschien nog Eos. Dus ja, klik op abonneer. Hier of daar. Waar het ook staat bij jullie. En dan blijf je op de hoogte van mijn video's. En ben vooral ook geen ghost abonnee, want dat is niet leuk. Maar gewoon abonneren, liken, reageren en wees actief. Want binnenkort komt er een winactie. Ja. Dus oké. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie de volgende keer weer kijken. Doei!